Het opschonen van het Saramacca-kanaal kent vele obstakels en is niet makkelijk. Er is om meer dan één reden dan ook groot belang bij om de gehele waterweg schoon te maken. Vandaag vond de onthulling plaats van het naambord van de volgende fase van het Saramacca-kanaalproject nabij de ophaalbrug in Saramacca. Vandaag werd onder andere het startsein gegeven voor het opschonen van de volgende 7,5 kilometer van het kanaal dat zal eindigen in de buurt van de Kameelbrug. Bij voltooiing zal dit project bijdragen aan een betere ontwatering, irrigatie en transport in de regio. Projectmanager International Infra NV, Vishnu Kalu, liet weten dat de economische bedrijvigheid langs het kanaal stilzit door de vegetatie in het kanaal. Dit is een foto van de equipment die we gebruiken. We hebben twee pontons ingezet, simultaan, met op elke ponton een lange boom. De lange boom schept de vegetatie uit het kanaal en helpt bij het verwijderen van alle trimwerk op de bermen. Het is een hels karwei, dat kan ik u verzekeren. Het is ook een uitdaging, niet dat het niet kan. Maar als het zo lang niet onderhouden is, dan kunt u zich voorstellen wat we daar tegenkomen. Dat is niet een klein beetje vegetatie. Ik wil ook mijn team bedanken, die zijn hier ook aanwezig, die hier elke dag zich inzetten. Ja, voor veiligheid, maar ook voor het tempo die gemaakt moet worden om alle werkzaamheden uit te voeren. Wij danken nogmaals daarvoor. Kalu zegt dat het resultaat van de werkzaamheden nu nog niet te zien zal zijn in Paramaribo. Er wordt veel drijvende vegetatie aangetroffen omdat het kanaal jarenlang niet is onderhouden. Op sommige plaatsen is het zo erg dat zelfs een boot er niet doorheen kan. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken sprak over een duurzaam beleid dat elk jaar moet worden voortgezet. Als we dat precies zo voortzetten, dan ben ik er heilig van overtuigd dat we landelijk waterbeheer onder controle gaan krijgen. Maar er is een tweede issue waarmee we zeker vorig jaar, dit jaar mee te maken hebben. Dat is die zeespiegelstijging. Het is een grote bedreiging aan het worden. Dus simultaan is het ministerie van OE ook bezig op sommige plekken waar het nu urgent is, de dijklichamen aan te pakken. Ik weet in Saramacca is dat de eigen beheer gedaan per diep bij Oesha. Ja toch, in eigen beheer hebben ze de dijklichamen meer verhoogd. En dat doen we in andere districten ook. Dus dat is de tweede grote bedreiging. Dus aan beide kanten werken we. En dat kost veel geld. We gaan kijken met de Wereldbank hoe we verder kunnen gaan. Maar u weet, de Wereldbank heeft gezegd, minister, begin dit project eerst goed op te starten. En dan komt er eventueel meer. Volgens Noor Mohammed is het ministerie ook bezig in Paramaribo en Wanica met het vervangen en vernieuwen van de ontwateringswerken.